Hallo, ik ben Kamal en ik geef tips aan ondernemers. Dit is Bas. Bas is loopbaancoach en hij verdringt in het werk. De aanvragen stromen binnen en zijn agenda loopt over. Goed bezig, Bas? Of toch niet? Bij de opstart van zijn zaak bepaalde Bas zijn prijs lukraak. Er komt wel veel binnen, maar op het einde van de rit blijft er niet veel over. Een zaak run je dus niet met een natte vinger. Die vingers gebruik je beter om deze tips bij te houden. Tip 1. Bepaal je doelgroep. Miek je op een hoger segment in je doelgroep of ga je eerder breed? Je prijs moet matchen met de doelgroep. Is je prijs te hoog voor een brede doelgroep, dan haak er veel mensen af. En omgekeerd verdien je er niks aan. Tip 2. Segmenteer je aanbod. Door je diensten of producten op te delen in basispakketten en all-in-formules kan je meerdere subdoelgroepen bereiken en daar je prijs op afstemmen. Tip 3. Breng je kosten in kaart. Denk maar aan de kost van je website, verzekeringen, energie, meubilair, gsm-abonnement enzovoort. En vergeet je tijd niet. Niet enkel de tijd van je dienst, maar ook de tijd voor marketing, boekhouding, opvolging en verplaatsing en eventuele files. Tip 4. Kleur eens bij je concurrenten. Wie zijn ze en wat zijn hun prijzen? Welke meerwaarde biedt jij en hoe verhoudt jouw prijs zich tegenover die van de concurrentie? Allright, terug naar Bas. Hij volgde mijn tips en beslist om zijn prijs met 10% te verhogen. Hij verloor hierdoor een deeltje van zijn klanten, maar hij verdient er meer aan. En hij kan ze nu beter bedienen. Ze bezorgen hem meer mond tot mond reclame en ze keren ook sneller terug. Nu is hij pas echt goed bezig. Wil je ook graag tips op maat van jouw bedrijf? Check startandgo.be en schrijf je in op onze klankbordsessies. Bovendien maak je kans op een adviesmoment met mij. Zeker doen.